Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn bij deze lezing over heilige stenen. Daar gaan we het over hebben. En ik zal jullie ook meerdere plaatjes laten zien van dit soort heilige stenen. Nou, de meesten zullen mij wel kennen als Abbe de Verteller. Maar naast vertellingen schrijf ik ook veel over alles wat maar met het heidendom en symboliek te maken hebben. En die stenen, die intrigeren me buitenmate. Daar is iets raars mee aan de hand. We horen niet meer zoveel over de Ben-Ben-steen, de steen van Kubele of de Ebenchetia. Ja, wie heeft daar nu nog van gehoord? Maar stiekem waren deze stenen het belangrijkste wat er was. De plek waar het allemaal begon. Of de plek waar het centrum van alles ligt. Iets heiligs voor oude beschavingen als die van Rome. Die van Klein-Azië, Troje. Maar ook beschavingen zoals ze nog steeds kennen voor het Jodendom. Misschien het Christendom, dat is niet helemaal helder. Maar zeker voor de islam is de steen in het centrum van wezenlijk belang. En daar gaan we eens even het een en ander van laten zien. Maar daarvoor beginnen we nou eens even niet met die superbekende uit de Kaaba. Nou, daar gaan we het later over hebben. Maar gaan we naar Egypte. En in Egypte heb je de Ben-Ben-steen. Nou, ik zal eens even kijken of het mij lukt. Ja, share screen. Om mijn PowerPoint te laten zien daarover. En dan gaan we naar. Nou, dat ziet er al mooi uit. De Ben-Ben-steen. Nou, ik hoop dat jullie hem allemaal zien. Dit is er één voorbeeld van. Er zijn meerdere van. Maar de oorspronkelijke Ben-Ben-steen lag in de tempel van Heliopolis, de stad van de zon, waar gezegd wordt dat hij de eerste stralen opving van de zon. En deze steen, daar beginnen we mee, omdat de ultieme steen is niet alleen maar de steen van het centrum, maar ook de steen van het begin. Hoe moet je je dat voorstellen? In de Egyptische mythe wordt verteld hoe er eerst niets was. Alleen maar de nu, de oneindige afgrond, de oersoep, zeg maar. En daaruit rees omhoog een berg. Atum. De berg Atum is de god Atum. En die zat op een steen, de Ben-Ben-steen. De enigste, de eerste. En dat is alles. Meer was er niet. Atum rees omhoog uit de diepten van het nu. En daar zat hij dan. De eerste en enige god op de eerste en enige steen. De Ben-Ben-steen. In het niets rondom hem. Wat doe je dan als man alleen zijnde? Nou, volgens de Egyptische mythologie bedreef hij de liefde met zijn hand. Nou, wordt het een beetje eufemistisch verklaard door die hand een godin te noemen, Yusaset. In andere varianten zeggen ze, hij bedreef de liefde met zijn schaduw. Maar eigenlijk kwam het erop neer, hij masturbeerde de wereld. Yes. En daar ontstond het eerste zaad. Hij slikte dat weer in, spuugde het weer uit. En daaruit kwamen Tefnut en Shu tevoorschijn. God van de lucht, godin van de vochtigheid. Die twee die gingen ook weer met elkaar en daaruit ontstonden Geb en Nut. En Geb is de aarde god en Nut is de hemel godin. En nog steeds, als je dan die tombes ziet, dan kan je in zo'n sarcofaag kan je zien hoe Nut zich om
het heelal spant en dat Geb daaronder ligt met zijn phallus omhoog, die vaak symbool, de obelisk staat vaak symbool voor de phallus van Geb, die daar smachtend naar haar rijdt, maar haar nu niet meer kan bereiken, omdat Shu, de luchtgod, die twee van elkaar houdt. Dat is dus die wereld waar in het centrum van Egypte en daarmee voor die tijd, voor die cultuur, het centrum van de wereld, de Benben-steen ligt in Heliopolis, hun heilige der heiligen. Want die steen, dat is eigenlijk de oerbrok van materie waaruit nieuwe brokken zich uitweiden, daaromheen stapelen, zodat daar uiteindelijk de wereld ontstaat. En dat is een heel apart iets natuurlijk, hoe je je dat moet voorstellen. Want je moet je dus voorstellen dat daar niet andere materie of aarde of ruimte rondom was. Dat was er allemaal niet. Je hebt alleen maar dus die eerste ene steen met daar rondom de chaos. Het niets. Nou, en daar zit dus zo'n piramidevorm in. Waarschijnlijk, of kans is groot, dat dat een zwarte steen was, maar het kan ook zo'n steen als deze zijn. Dus er zijn een aantal varianten van, dat noem je ook wel een piramidion. En is ook de capstone, de bovenste steen van de grote piramide, die dan vaak verguld is. En dit kan ook weer de bovenste vorm zijn van de obelisk. Waarbij je daarmee kan denken als van, ja, dat is eigenlijk een puntje van de penis. Dus er zit ook wel een beetje een seksuele symboliek in. Dus dat is de Benben-steen. We gaan gewoon lekker verder naar een volgende steen. En die zie je op dit plaatje. Oh, ja, je ziet nog niet de steen. Maar je ziet wel waar we naartoe gaan. Ik had het al beloofd. Alle rechtgeaarde moslims moeten 5 keer per dag bidden naar Mekka. Maar ze bidden niet zomaar naar Mekka. Ze bidden naar de grote moskee in het midden. En in het midden van die moskee heb je de Kaaba. Nou, de Kaaba betekent niets anders dan het zwarte vierkant of de zwarte kubus, Kaaba kubus. En daar dan weer in een van de hoeken, de oosthoek ingezet, heb je hetgene waar het werkelijk om gaat, die zal ik zo dadelijk laten zien, de Al-Hajar al-Aswad. Dat betekent de zwarte steen. Want dat is hetgene waar ze eigenlijk allemaal omheen draaien. Diegenen die de hajj doen, die daar uiteindelijk in Mekka komen voor hun bedevaart. En dan 7 maal rondom die Kaaba moeten cirkelen. 7 maal moeten ze tegen de klok in rondom de Kaaba cirkelen. En het liefste moeten ze dan die steen, nou ik laat hem nou toch maar even zien, kussen. Dit is de steen, de Al-Hajar al-Aswad. In een ovaalvormige omlijsting zit hij daar in de oostelijke kant van die muur van dat gebouwtje. Of gebouwtje, flink gebouw. En je ziet wat er gedrang het is. Iedereen wil die steen aanraken, als het enigszins kussen. En dat heeft ook wel een goede reden, want als je dat lukt, dan ben je je zonde kwijt. Ja, het is folklore, dat is niet in de Koran, maar er wordt wel aan geloofd. Ze zeggen zelfs, die steen die was ooit stralend helder wit en is zwart geworden door de zonde van al die gelovigen. Dus een zwarte steen, en ook niet zomaar een steen, een meteoriet. Het wordt gezegd dat deze steen uit de hemel komt. Dat maakt hem nog meer bijzonder, want als daar plots zo uit de hemel een steen komt, dan moet die toch al van de goden, uit de godenwereld komen. Die werden bewaard en daar werd soms dus een compleet heiligdom omheen gebouwd. Nou, voordat jullie denken, wat leuk al dat moslimgeloof, maar dat boeit mij niet, ik ben niet zo van de islam. Nou, ik ook niet, maar ik vind het interessanter nog. Ik vind het wel interessant, maar ik vind het nog interessanter
wat daarvoor was. En het leuke is, de Kaaba en de Al-Hajar al-Aswad was er al voordat Mohammed zijn nieuwe geloof verkondigde. En hij kon die steen niet kwijt, hij was te populair. Mensen bleven maar naar Mekka toe gaan om die steen maar aan te raken. En ja, dan moet je het maar incorporeren in je nieuwe geloof. Nou, wat werd er wel aanbeden daar in Mekka? Deze drie dames. Al-Utsa, Al-Manat en Al-Lat. De Manat is de onafwendbare, is de godin van het noodlot. Al-Utsa is, ja, het heet de sterke. Wat voor godin dat is, is mij niet helemaal helder. En Al-Lat, de voedende. Je zou kunnen denken aan de abundantia, de vrouwenovervloed. En Al-Lat, ja, dan denk je ook natuurlijk aan melk, hè? Lat. Maar misschien ook wel aan Allah. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Dat daar op een plek die nu geassocieerd wordt met die monotheïstische grootsheid, Allah, dat daarvoor godinnen werden aanbeden. Minstens drie. Misschien wel meer, want in een andere bron wordt er gezegd, in de Kaaba, in dat zwarte kubusvormige gebouw, stonden 360 verschillende beelden. Nou, waren dat dan ook 360 goden? Ik denk het niet. Wellicht stonden ze voor de 360 dagen van het jaar. Want in Egypte en in Arabië werden er 360 dagen in het jaar gezien. Nou, dat kan ook. En ja, nog eens even over dat rondcirkelen rondom die Kaaba, die grote, dat gebouw en die steen. Er zijn mensen die beweren dat, nou, die kans is ook heel groot, al gebeurde in de tijd van het matriarchaat, aanbidding van de godin, en wellicht ook te maken heeft met die transreis naar de andere kant, waarbij je langs 7 niveaus omhoog of omlaag moet. Denk aan het beroemde verhaal van de Sumerische godin Inanna, die een afdaling doet naar de onderwereld van 7 niveaus, waarbij ze telkens een kleed aflegt. En dat is al heel bijzonder. Er wordt verteld dat die rondgang rondom de Kaaba in de heidense tijd nog vaak naakt gebeurde. Ja, stel je het voor. Naakte dansende priesteressen rondom de Kaaba. Het zou nu natuurlijk een sacrilege, een ding zijn wat verfoeid zou worden. Maar er zijn bronnen die zeggen van, ja, naakt de rondomcirkelen was in die tijd juist gebruikelijk. En daarin kan je dan dat fenomeen zien van het gaan langs de 7 sferen, de 7 niveaus, omhoog of omlaag. Maar uiteindelijk kom je in de geesteswereld terecht, als je zoveel delen van jezelf hebt kunnen onthechten, uitdoen alsof het kledingstukken betreft, tot er jouw harde kern, jouw ziel overblijft. Nou, er is dus best veel om te zeggen dat dat al gebeurde in de tijd van de aanbidding van deze drie godinnen. Maar, dit plaatje had ik jullie misschien even voor moeten waarschuwen. Want hier zien wij dan die zwarte steen. Maar moslims moeten zich nu echt even afwenden, want het is wel een afbeelding van Mohammed. Oud 13e eeuws. Ik geloof een beetje in een uithoek waar het minder erg werd gevonden dat je een afbeelding van de profeet hebt. Sowieso niet karikaturaal, laten we daar duidelijk in zijn. Want Mohammed laat zijn wijsheid zien. Hij laat de verschillende stamhoofden de steen tegelijkertijd tillen, zodat iedereen evenveel eer heeft om hem zo in de Kaaba te zetten. Maar Mohammed deed meer en daar komen we op terug bij het vertellen over een derde steen. Zo net hebben we eigenlijk een steen gezien van het centrum. Het centrum van de hele Arabische moslimwereld is Mekka. Daar rondom cirkelend kan je
omhoog stijgen. En ze zeggen ook dat daar boven die Kaaba de grote moskee in de hemel is, waar de engelen Allah aanbidden. En daar kan je natuurlijk naartoe. Daar wil Mohammed ook naartoe. Maar die ging dat niet doen vanaf de Kaaba, maar vanaf een andere heilige steen. Nou, die hebben we hier. De Ebn Shetia heet deze steen. Nou, de kans is groot dat jullie hier nog nooit van hebben gehoord. Maar de Ebn Shetia is een zandsteen, geel-bruin gekleurde rotsmassa in de rotskoepel, de moskee die daar nu staat in het heilige der heiligen van Jeruzalem. Weer zo'n stad en plaats die alom beschouwd wordt als het centrum van de wereld. Zelfs paus Urbanus, die de christenen op kruistocht liet gaan, zei van ja, dat doen jullie niet voor niets, want Jeruzalem is belangrijk, dat is het centrum van de wereld. En daar in het midden, waar het heilige der heiligen heeft gestaan, daar was dus ook die Ebn Shetia. Nou, zo zie je hem even van boven. Ook erg mooi, zou ik zeggen. Interessant fenomeen. Wat gebeurde daar allemaal in die Ebn Shetia? Nou, laat ik eens even jullie mijn hoofd weer laten zien. Altijd mijn plaatjes, hè. Ook daarvan wordt beweerd dat het begin van het begin begon bij die Ebn Shetia. Want Elohim, God, wierp die rots in de tehom, in de afgrond, de kosmische, de chaos, zeg maar. En van daaruit groeide dus weer de aarde tot wat die nu was. Adam zou hem al als eerste als altaarsteen hebben gebruikt. Isaac zou daar bijna op geofferd worden door Abraham. Noach zou hem ook weer als altaarsteen hebben gebruikt. In de loop van de Joodse geschiedenis blijft die steen terugkomen, tot die uiteindelijk gebruikt wordt als ondergrond van de tempel van Salomo. De beroemde tempel. En natuurlijk niet voor niets, waar die rots stond, daarboven moest het heilige der heiligen zijn. En laat dat heilige der heiligen een kubusvormige afgesloten ruimte zijn, die eeuwig in het duister gehuld moest zijn, afgesloten met zwarte gordijnen en daarin zat de ark. De ark des verbonds. Zo'n kist waarin de meest heilige spullen zaten van het Joodse volk. Dat is een plek. Daar mag alleen maar de hoge priester komen. Taboe voor wie dan ook anders. Als iemand anders dat toch naar binnen ging, ja, dan was de kans dat je het zou bezuren, stom zou worden of gek. Of van mijn part zelf dood. Dus dat is een plek die te heilig is voor gewone mensen, want je raakt er in dat eenheidsbewustzijn, een andere staat van zijn. Nou, één iemand, die durfde dat natuurlijk wel aan, en daar hebben we het al even over gehad. Mohammed opnieuw! Want 6e, 7e eeuw na Christus, de tweede tempel van Jeruzalem was al lang verwoest. De Arabieren namen ook Israël over en daar werd een moskee op geplaatst. En die staat er nog steeds, of een opvolger daarvan. En ook voor de islamieten is dit een heilige plek en wordt ervan gezegd dat daar nog steeds die afgrond waar de steen in geworpen is, die tehom, dat die daar nog steeds onder zit. En dat wordt dan de Well of Souls genoemd. De bron van de zielen. Daar moet je dus mee oppassen. Want als daar onder zo'n rots, als dat hetgene is wat ervoor zorgt dat de chaos niet naar boven spuit, dan moet dat spul goed op zijn plek blijven. Er wordt dan ook gezegd dat David, koning David, ooit probeerde om die steen daar weg te halen en dat direct de wateren van de afgrond omhoog bruisten en borrelden. Nou, hij gooide direct weer terug op zijn plek, want dat wil je niet meemaken. Mohammed kreeg een droom en in die droom werd hij meegevoerd, ging hij vliegen op de Burak, dit
fabelwezen, dit wonderlijke wezen wat je hier op dit plaatje ziet. En daar bleef het niet bij. Hij ging eerst van Mekka, de Kaaba, ging hij naar Jeruzalem. En in Jeruzalem kwam hij bij de Ibn Shetia en ontmoette hij Gabriel. En Gabriel, die nam hem mee, de aartsengel Gabriel, langs de zeven sferen, langs de zeven planeten, tot aan de troon van God zelf. En dat gebeurde dus vanaf die ene rots, waar de voetafdruk van Mohammed nog te zien zou zijn. Dus dat is wel een hele belangrijke plek, de op twee na belangrijkste plek in het moslimgeloof en natuurlijk ook een heel belangrijke plek voor het Joodse geloof. En eigenlijk dus ook voor het christelijke geloof. Want ja, de helft van de Bijbel zit daarin. De Benben-steen hebben we gehad. De Kaaba-steen. Dan moet je ook even voorstellen van, dit zijn echt niet de enige zwarte of heilige stenen in het nabije oosten. Het zijn er een heleboel, maar van de meeste is niet zoveel interessants meer te vertellen. Ze zijn er geweest en ze zijn weer verdwenen. Het is eigenlijk al heel bijzonder dat deze twee plekken nog steeds te bezoeken zijn. De Ibn Shetia natuurlijk ook voor christenen, voor zover ik weet. De Kaaba en die zwarte steen helaas niet. Daar moet je moslim voor zijn. Of je voordoen. Dat is ook de enige manier waarop bepaalde mensen hem hebben kunnen zien buiten het moslim cultuurgebied. Doordat ze zich hebben voorgedaan als moslims. Nou, dat zou ik maar niet doen. Dit is nog een plaatje van de Ibn Shetia. Het is een meer schildering uit de 19e eeuw. En, oh, dit moet ik ook even behandelen. De andere beroemde steen uit het Joodse geloof is natuurlijk die Jacob tegenkomt. Wie zijn Bijbel kent, weet dat hij op een gegeven moment vlucht en dan ergens in de wildernis moe wordt en rust tegen een steen aan. Nou, dan krijgt hij een droom en ziet hij daar een ladder die helemaal tot aan de hemel rijdt. En op die ladder klimmen de engelen naar de hemel en van de hemel weer terug. Hij is natuurlijk helemaal onder de indruk van dat bijzondere visioen en zegt dan ook, voorwaar, ik heb hier gelegen op een plek die het huis van God is. En hij richt de steen op. Hij plaatst hem omhoog en zalft hem en zegt, deze plek zal Bethel heten. Bethel betekent huis van God. Oftewel, de steen is het huis van God. Want Bethel is de Semitische vorm van een Bethiel. En een Bethiel is het Griekse woord voor een heilige steen. Dus de heilige steen is eigenlijk het huis van God. Via de steen kan je het goddelijke ontmoeten. Via de steen vind je een poort omhoog. Zoals via de Kaaba je net als Mohammed tot aan de hemel kan reiken. Of juist via de Ibn Shetia de onderwereld in kan naar de well, de bron van de zielen. En hier zien we zo'n standing stone, zo'n staande megalith in een veld in Karnak in Bretagne. Met nog vele andere staande stenen. Dit moet dus ook gewoon in het huidige Israël gebeurd zijn. Al weet ik niet of daar nu nog dit soort staande stenen zijn. Maar Jacob richtte er gewoon een op en zei, dit is Bethel, huis van God. Bethel is een oud woord, dus of een woord voor zo'n heilige steen. Maar hier wil ik het wat langer over hebben. Deze en deze noemen we de Omphalos. En de Omphalos-steen, die vind je in Delphi. Dus Delphi, nou, ik ben er nog niet geweest, maar het is echt op mijn verlanglijstje om nog eens naartoe te gaan. Delphi is het beroemdste orakelheiligdom van Griekenland. Dat was de plaats waar de tempel stond, waar de priesteres van Apollo, en voor Apollo trouwens, en belangrijker, de aardegodin Gaia, waar deze priesteres orakelde, taal sprak
die raadselachtig klonk, maar je wel op een pad kon zetten om je problemen op te lossen. En dat deed zij door daar in een soort van heilige trance te gaan, op haar 3 voet gezeten, boven een spelonk waaruit rook kringelde, waardoor ze in een trance kwam, want daaronder, ergens in die krochten, zat de Python. En de Python is niet per se een slang, maar een draak. Apollo had die draak verslagen, maar blijkbaar toch niet goed genoeg zijn best gedaan, want het beest leefde daar nog in die diepste krochten. Maar, zoals je hebt gezien, hoort er ook een steen bij. De omvallossteen, die daar direct naast dat heiligste der heiligen, dat Abydos, de incubatieplek in de tempel, stond. En wat is omvallos? Dat betekent de navelsteen. Dus het is de navel van de wereld. Zoals sommige anderen, Jeruzalem of Rome of zelfs Mekka. De navel van de wereld, het centrum van de wereld. Dit is echt de ultieme steen van het centrum van de wereld. Hoe kwam Zeus dat te weten, de oppergod, dat dat nou echt het centrum was? Nou, hij liet vanuit Olympus 2 adelaars, 2 grote roofvogels vertrekken. De een naar links, de ander naar rechts, de een naar oost, de ander naar west. En die vlogen, en die vlogen, en die vlogen, en die vlogen. En waar ze elkaar weer ontmoeten, daar beneden was Delphi. Daar beneden was het heiligdom. En daar plaatste hij een heel bijzondere steen. Dat was namelijk de steen die ooit in zijn plaats, ja, hij was omwikkeld met zwachtels, opgeslokt was door zijn vader Kronos. Die dacht dat hij Zeus juist opat. Maar hij had in plaats daarvan een dikke vette steen op. Toen hij die weer uiteindelijk uitbraakte, had Zeus die steen bewaard en bedacht, dit is een mooi plekje ervoor. Een zeer heilige steen dus. Een navelsteen. Of wellicht misschien wel een steen die iets anders connoteert, nog wat lager. Want omphalos zou ook heel goed te maken kunnen hebben met een kleine phallos. Phallus. Misschien dan zelfs een clitoris. Want laten we wel zijn, Delphi betekent Delphin, Delphoi, de baarmoeder. En het is een heiligdom van Gaia. Gaia is moeder aarde. De baarmoeder, de onderwereld van Gaia. En wat ligt daar dan direct bij haar ingang? Ja, dat zou dan toch eigenlijk ook een heel goed punt zijn. En is navel misschien meer eufemistisch voor iets daar beneden? Wij leven op het lichaam van de vrouwen, de godin. De heuvels en de bergen zijn haar borsten. De bronnen en de meren zijn haar gaten naar binnen toe, naar de onderwereld. Ja, zo kan je dat ook zien. En zo kan je Delphi dus ook duiden als een lichaam van de godin zelf. En haar centrum is dus die plek waar je naar binnen kan, de onderwereld in. Waarin ik ook denk dat de onderwereld niet per se de slechte wereld is, zoals we dat nu tegenwoordig bedenken met duivels en martelingen. Nee, uit die onderwereld haalden ze wijsheid. Orakelden ze. Die Pitoi was die slang was een wijze slang. Dat was niet per se een draak die alleen maar bevochten moest worden. Dat is dus Delphi, de plek van de navelsteen en een duidelijk centrum van de wereld. Want dat is dus wel iets wat al deze stenen met elkaar gemeen hebben. Hè? Ze zijn allemaal in het centrum, in het midden. En vaak ook nog de allereerste steen die een poort vormt naar die andere dimensie toe. Nou, dit was dus de Omphalos steen van Delphi. Dit is nog even een andere steen die je ook in Griekenland tegen kan komen. Op het eiland Cyprus heb je het heiligdom Kauklioi, waar Afrodiet, de godin van de liefde, werd aanbeden in de vorm van deze steen. Wij zijn zo gewend, zeker na het klassieke Griekenland, dat een godin of een god een mooie vrouw moet zijn. Of van mijn part een stoere vent. Maar daarvoor was dat absoluut niet het geval.
Het is natuurlijk ook een beetje raar om te denken dat een god de vorm zou hebben van een mens. Waarom zou die dat hebben? Hij straalt een bepaald kracht uit, heeft een bepaald aspect van de energie in de wereld. En dan is misschien zo'n aniconische vorm als gewoon een ruwe steen nog beter als daar maar kracht vandaan komt. Als die steen maar iets met jou doet waardoor je het aspect van de goddelijkheid beter begrijpt. Nou, en ik weet uit ervaring dat bepaalde grote megalithen stenen iets met je doen, waardoor je uit je gewone bewustzijn wordt getrokken. En ik ga ervan uit dat dit soort stenen dat ook deden. Van deze steen van Afrodite werd trouwens ook gezegd, ze was ooit wit en werd zwart. Het was een plek waar zoveel uitstraling van was, dat als het regende, dan bleef je in de buurt van die steen droog. Nou. Waar kijk je nou naar? Dit is de grote godin Kybele, of Kybele. De magna mater van Rome, maar daarvoor al van Klein-Azië. En zij wordt hier voortgetrokken door leeuwen, zit daar op haar kubusvormige troon met een kubusvormig zitje en zij is op en top de grote godin. Als je Kybele nog niet kent, eigenlijk, zeker in de Romeinse tijd, zij was groter, krijg je ze niet. En het mooie was, zij werd aanbeden in de vorm van een zwarte meteorietsteen. Zij wordt hier, ik laat haar zien hier als een menselijke vorm, maar die aniconische vorm was eigenlijk haar ware gestalte. Die aniconische vorm is de godin, zoals de aarde de godin is, dus dat kan. En dat vind ik heel bijzonder. En werd in die tijd blijkbaar ook hooglijk gewaardeerd. Want oké, ze zat daar ergens in Klein-Azië, in een tempel in Pessinos, Frigië. Nou, niet een heel machtig gebied, maar voor de mensen daar het centrum natuurlijk. Maar in 204 voor Christus hadden de Romeinen het heel zwaar. Het was al een behoorlijk uitgegroeid wereldrijk, begon al wat te worden. Maar ze moesten zich nu waarmaken tegen Hannibal de Cannibal. Nee, diegene met de olifanten. En Hannibal van Carthago kwam daar over de Alpen al aanmarcherend. Hun in paniek gingen, wat doe je als je het echt niet meer weet, naar het orakel van, niet Delphi, maar de Sibylle van Cumae. En die zei, haal Kybele. Haal de zwarte steen van Kybele naar hier. Blijkbaar was Rome al zo machtig dat de koning van Frigië het hun gaarne gaf. En daar werd die steen dus vervoerd naar Rome, het centrum van de wereld. En kreeg daar een prachtige plek. En het is niet 100% zeker of het nou op de Palatijnse heuvel is geweest of op de heuvel van het Vaticaan. Maar daar ergens kreeg zij haar tempel en daar werden haar rituelen gevoerd. Die waren niet mals, want in ere van Kybele gingen de priesters, de Galloi, zichzelf castreren, ontmannen. Nou, hoe naar dat ook klinkt, dat betekent dat je niet meer man bent, maar ook niet meer vrouw. Je bent een beetje van beide en een beetje niets. En dat is precies wat je moet zijn om door de kieren van de poorten van de onderwereld of de bovenwereld te gaan, om te kunnen reizen in de geest te gaan. Je niet te veel met de plus en niet te veel met de min. Precies in evenwicht zijn. In die transstaat te komen. En de Galli, die konden dat. Die waren voorbij de polariteit, de dualiteit. Zo kan je dat ook zien. Oké, ik had daar geen castratie voor over gehad. Hun blijkbaar wel. Hun grote godin, die heeft het ze bevolen. En de eerste die dat was, was haar eigen consort, haar eigen gemalin, Attis, die gek werd gemaakt tot hij het inderdaad zelf eraf hakte. Ondanks dat dat best wel barbaars was voor de Romeinen, vonden ze het interessant genoeg om deze persoon de bescherming te geven van Rome en zodat zij weer Rome kon beschermen. En was dus weer een meteorietsteen. En dat niet alleen. Kybele wordt ook wel gespeld Kubaba.
wat de godinnen van de zwarte kubus betekent. De kubusgodin. Wat is dat toch met die zwarte kubus? Nou, is dat aan zich moeilijk te achterhalen, omdat we daar niet echt letterlijke bronnen van hebben, maar in latere varianten wordt dat altijd geassocieerd met materie. De bouwblokken, zoals je stenen hebt, van de materie. Dus daar begint het mee. Maar hoe materieel je ook bent, de mater materia, de moeder, staat ook voor de materie. Hoe niet geestelijk en religieus dit ook voor mensen van nu zou lijken, als je teruggaat naar de allereerste steen, dan heb je daarmee ook het punt bereikt waarin je voorbij het materiële kan. Want daaronder en daarboven zit dus weer die boven- en die benedenwereld. Of je nou in Rome bent, of in Delphi, of in Mekka, of Jeruzalem. En dan waren die Romeinen nog zo gelukkig dat dit niet de enige heilige steen was ook. Want daarnaast hadden ze ook nog de lapis manalis. De lapis manalis, die... even kijken. Gaat dat zo? Ja, dan doet hij ook. Leuk. Lapis manalis heb ik wel zelf gezien. En is op het Forum Romanum. Centrum, hartje Rome. Rome is natuurlijk ook het middelpunt. Alle wegen leiden naar Rome. En daar heb je een... Forum Romanum is nu een en al ruïnes. Hier moet een tempeltje hebben gestaan waar een steen, de lapis... Manalis, van de manes, van de voorouders was. Want dat betekent lapis manalis, steen van de vooroudergeesten. En op een aantal belangrijke data in het jaar, dan werd die lapis daar vandaan gehaald, want daaronder was de mundus, was een put. En daaruit konden dan de zielen omhoog reizen om weer even onder de mensen te verkeren. De manalia, de dagen waarin de manes even rond mochten waren, waren een beetje vergelijkbaar met ons huidige Samhain of Halloween. Nou, hoe dat ook zij, ook hier zien we weer zo'n thema van een ingang naar de onderwereld. Het werd ook de... Porta Orcus, de poort van de god van de onderwereld genoemd. En daar kan je maar beter even zo'n dikke vette steen op plaatsen. Want in de normale tijd hoef je niet de hele tijd geesten om je heen te zien. De mundus. De lapis manalis. Maar die plek werd ook nog umbilicus urbis genoemd. En dat betekent dan weer de navel van de wereld. Het is natuurlijk weer... het centrum van de wereld. Net zoals al die andere plekken. Ik ga hem even anders doen. Dat was even wat van Rome. En ik heb nog één plaatje van Rome, dat laat ik zo dadelijk ook wel zien. Want blijkbaar waren die hele antieke tijd stenen heel belangrijk. Je had dus ook nog de steen van de godheid Elagabalus. En dat is een zonnegod, die ook wel bekend is als Sol Invictus. Die dus op 25 december, ons kerst, eerste kerstdag... aanbeden en vereerd werd. En één keizer die wist zich daar zo ontzettend mee te identificeren, dat hij zichzelf ook Elagabalus noemde. En die nam de steen van Elagabalus uit Klein-Azië naar Rome. En dus heb je zelfs nog een derde grote steen die daar aanbeden werd als een heilige, bijzondere steen. En zo zijn er dus nog een heleboel. Je hebt nog het palladium. Je hebt nog de steen van Efeze. Je hebt de zwarte steen van Douchares, om eens wat te noemen. Ja, nu allemaal obscuur. Niet meer heel direct van, oeh, yeah, die. Maar kom dan terug in die antieke tijd. Dan waren dat plekken heiligdommen. Waren dat bedevaartsoorden. Moeten we nou
de hele tijd alleen maar in dat nabije oostengebied zitten als je het wilt hebben over zwarte stenen en konische stenen en heilige stenen. Nee, natuurlijk niet. Want we hebben ook nog onze eigen megalieten. De Hunebedden, de Cromlechs, de Stonehenge en de Avebury's en zo. Maar qua verhaal kon ik daar niet zoveel mee. Qua verhaal kwam ik bij de Leafile. Nou, wat is nou weer de Leafile? Gaan we een plaatje laten zien. Dit is dus die steen van Heliogabalus, die zonnesteen. Dit is het Palladium. Een zwart beeld wat uit de hemel is geworpen door de goden en in Troje, een ander centrum van de wereld, terecht is gekomen. En dit is de Leafile. Nou, die ben ik ook geweest. Dit is in de heuvel van Tara, direct onder Dublin. En de Leafile is ook weer een mystiek middelpunt van Ierland. Nu even niet van de hele wereld, maar wel van Ierland. Even ook van de Leafile wordt gezegd dat ze een connectie heeft met de aarde, want die plek heet Tara, Terra, aarde. Een aardepunt. Wat nog het verhaal rondom de heilige stenen wat verder groter maakt met de Leafile is dat in de mythe wordt gezegd dat de Tathadadanan, het elfenvolk, dat die naar Ierland toe kwamen met 4 heilige objecten, 4 schatten die ook stonden voor de windrichtingen en de elementen, aarde, water, vuur en lucht. En de schat die stond voor de aarde, dat was die steen, de Leafile. Daartegenover stonden er nog een zwaard voor de lucht, een ketel voor het water en een lans voor het vuur, of in sommige gevallen meer een knuppel. Maar die Leafile betekent de steen van het noodlot. Noodlot kwamen we al eerder tegen bij Manat, de godin van het noodlot. Stenen hebben natuurlijk ook een connotatie met de dood, want via de steen kan je reizen naar de onderwereld, de wereld van de zielen, dus van de doden. Ook de Leafile zou je wellicht mee kunnen nemen naar de dood, jouw onafwendbare toekomst voor iedereen, of je het nou wil of niet. De Leafile is nog beroemder als een steen van soevereiniteit. Oftewel, als jij daarop kan staan of zitten en de steen zal gaan brullen, dat zeiden de middeleeuwse geschriften, als de steen zal brullen onder jou, dan is dat een teken dat jij de ware nieuwe koning van Ierland bent. Jij wordt de hoge koning, want eigenlijk komt het erop neer dat de godin zelf jouw goedkeuring, soevereiniteit heeft verleend. Ja, dus dat laat zien dat zo'n steen naast het centrum en het begin een weg naar onder- of bovenwereld, dus ook een van de 4 elementen kan zijn en een manier van communiceren met de godin via de aarde. Want via de aarde kom je bij de godin. Het doet me ook denken aan al die andere heiligdommen uit die tijd, die vaak nog midden in de natuur waren. Noem het Nemeton, Temenos, The Sacred Grove, waarin er vaak en een steen was, een boom, een grote kosmische boom en een bron. Heb je al 3 van de 4 elementen bij elkaar en alle 3 brengen je op de een of de andere manier in die geestelijke wereld, in die transdimensie waarin je op kan stijgen of af kan dalen naar de andere kant, het goddelijke. De boom, 4 zijn takken, brengt je tot aan zijn kruin naar de godenwereld. De bron brengt je, laat je afdalen naar de godinnelijke wereld, de onderwereld. De steen, die is de eerste steen. Als je dit laatste zetje zet, dan word je opgeslokt door die steen en dan kom je er ook. En dan zit ik wel met dat dilemma of die vraag van hoe zit het dan met lucht? Hoe kom je via de lucht in die andere wereld terecht? Het heeft geen fysieke component, daar is het te vluchtig voor.
binnen de vier elementen wordt hij de lans genoemd. Nee, niet de lans. Nee, wacht. Nee, het zwaard. Het zwaard. Of is het de vier ook? Is het de lucht zelf? Nou, misschien moeten we daar nog even een hele lange avond over mediteren. Maar die drie maken het wel heel bijzonder. En dan komen we bij nog een laatste verhaal. Voordat ik tot de conclusie kom. Het laatste verhaal. Graal. Kennen jullie het verhaal van de Graal? Van koning Arthur en zijn ridders die erop uittrokken om op zoek te gaan naar dat mystieke voorwerp. En in de meeste gevallen is dat voorwerp een beker. De beker van het laatste avondmaal van Jezus. Nou, wie is de grote tegenhanger natuurlijk van Jezus? Dat kan niet één anders zijn dan de duivel. Lucifer. Het grappige is dat in de versie van Wolfram von Eschenbach, de Parsifal, het niet een beker is van Christus, maar een steen, een edelsteen uit de kroon van Lucifer, de duivel. En ja, zijn zonde is de hoogmoed. Hij wordt de hemel uitgeknikkerd en valt hier uit de hemel naar de aarde en verliest daar zijn kroon. Verliest die steen. En die steen, dat blijkt dan de graalsteen te zijn. En als je dan ooit het verhaal van de graalprocessie en de graalsteen hebt gehoord, dan weet je misschien dat er vier elementen voorbij komen. Ze hebben een gebroken zwaard mee, een lans die bloed druppelt, een beker natuurlijk, maar dus ook vaak een steen. En dan heb je dus weer die vier elementen. En die vier bij elkaar, in zijn geheel, bij elkaar, maakt de quintessens, de ether dat daar voorbij stijgende, waarbij je in de hemel of de hel kan belanden. En dat is de graal, de graalsteen. En zo heb je dus allerhande stenen die allemaal iets zeggen over de weg terug of vooruit naar, ja, hoe moet je die wereld noemen? Als ik aan die wereld denk, dan denk ik aan die ene ervaring die ik ooit had bij een hunebed, waarin ik 's nachts nog een ritueel deed en helemaal op het hunebed nou, niet ging liggen, maar er wel echt tegenaan. En plots de ervaring had dat ik in de steen werd gezogen. Ik werd uit mijn lichaam getrokken in de steen en dat duurde een periode. Ik kan moeilijk daar een tijd aan geven, maar daarna werd ik ook heel snel er weer uitgespuugd. Opgeslokt en weer uitgespuugd. En waar ik dan in die periode ertussenin was, ik zal het niet weten. Maar andere mensen, die gaan ook hun lichaam uit en komen dan in die andere wereld terecht en komen met verhalen terug. Dat zijn de shamanen, dat zijn de tovenaars, dat zijn zelfs de helden van Arthur. Dat zijn degenen die het avonduur, het avontuur mee durven te maken. En dan is zo'n heiligdom daar een perfecte plek voor om daar die initiatie, die incubatie mee te maken. Je gaat de nacht in van die zwarte kubus, dat vierkant waarin je in complete duisternis bent en je vergeet je lichaam, je vergeet je gedachten, je vergeet je verleden en je toekomst. Je bent alleen nog maar op die plaats in het hier en nu verbonden met de godin. Alsof je opgeslokt, geslorpt wordt door de onderwereldse godin en zij laat jouw naakte waarheid zien. Jij bent zonder lichaam, naakt voor de godin van de onderwereld. En dat kan angstaanjagend zijn, als een nachtmerrie. De incubatie is als een incubus die angst aanjaagt. Maar het kan ook als een succubus zijn die je tot seksuele, of in ieder geval
eenwording brengt. Want ook dat is iets wat kan gebeuren op zo'n plek. Een gevoel van mystieke eenwording waar je mannelijke en je vrouwelijke deel samen gaat en daar in die steen één wordt. Want zoals ik al zei, ook die Kaaba en de Leafile en nog een aantal andere stenen hebben ook een connotatie met seksualiteit. De Benben-steen van de Egyptenaren werd ook wel de steen van de coitus genoemd. Ja, en dan gaan de vier elementen in één worden tot ze het quintessens, het vijfde element worden. Dan zie je dat je staat bij de poort naar de andere kant en dan blijkt dat onder boven is. Boven, onder, wit is zwart en zwart is wit. De Kaaba-steen was wit en werd zwart. De steen van Afrodite was wit, werd zwart. Maar eigenlijk zijn ze het beide en geen van allen. Ze zijn boven en onder. Want dat is de ultieme paradox die je meemaakt als je aan de andere kant bent. Want in een wereld zonder tijd en ruimte gelden onze wetten niet. In een wereld waarin de materie nog een laatste brokstukje is, daar kan je vliegen. Daar ben jij als het ware nog in dat laatste bootje in die ark van Noach. En rondom je is chaos. Het is de ultieme ervaring van extase. Maar het kan ook het ultieme gevaar zijn van het laatste dingetje wat nog onder de golven kan verdwijnen. Waarna je razend gek niet meer te hanteren bent. Dat is het risico. Als je zoiets wilt meemaken als oningewijde. Doe je het gradale, doe je het van graad tot graad aan graad en werk je ervoor in meditatie en in andere technieken, dan kan je uiteindelijk die steen benaderen en elke keer zeggen, mag ik een klein stukje verder komen? Ja, weer een metertje opschuiven, weer een kleine, intensere ervaring verder, tot je uiteindelijk helemaal één bent met die steen. Maar in één keer opgeslokt is het risico wel heel erg opzoeken. Misschien ben jij wel degene voor wie dat bestemd was. En kan je dat? Maar weet je dat van tevoren? In ieder geval zijn de Ebn Shetia, de Al-Hajar al-Aswad en de Kaaba, de Benben-steen, de Omphalos van Delphi, de Lapis Manalis en de steen van Kubele, de Leafile en ook de Graalsteen, stenen die we niet willen vergeten, die niet in de vergetelheid verdwijnen moeten. En die monotheïstische godsdiensten van nu, die praten daar liever niet over. Die willen alleen maar weten van de aanbidding van Allah, niet van Allah. Die willen de Ebn Shetia niet aanbidden, die willen dat alleen maar zien als een ondergrond van de tempel. Maar het zijn eigenlijk die stenen zelf al waar je het heilige mee kan ervaren. Persoonlijk, zelf, niet via een priester of een andere mediator. Jij zelf kan het heilige ter plekke ervaren. En dan hoef je niet eens voor naar Jeruzalem of Mekka of Rome, want ergens zit die steen zelfs van binnen. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja, ik denk dat ik zo ongeveer wel datgene heb gezegd wat ik wil zeggen over de heilige stenen van het Nabije Oosten. En ook een paar van hier. Dus dankjewel. Later hoop ik toch dat jullie er veel van hebben genoten. En als je dat hebt, kan je dat ook laten blijken door middel van een kleine bijdrage in het evenement. En op mijn tijdlijn staat een tikkie. Kan je iets achterlaten als je dat leuk vindt. Dankjewel voor het kijken. En vergeet niet nog even mijn digitale hoed. En graag tot de volgende keer. Leuk dat jullie er allemaal waren. Tot ziens!